Henna is heel symbolisch bij de Marokkanen en ook bij de islamitische vrouwen. Dat is een symbool van vreugde, liefde. Het wordt heel veel gebruikt bij feesten. Een trouwfeest duurt bij ons 3 dagen. Dus de allereerste dag, men begint met henna. Dat wordt dus onder jonge meisjes onder elkaar gedaan. Ze gaan eerst een namiddag naar hemmen. De bruid wast zich. Ze laat haar ook verwennen. Dan komen ze naar huis en het feest wordt geopend met henna. Het wordt op uw handen versierd met mooie tekening. En het duurt ongeveer 4 à 5 uren. Ondertussen wordt er gefeest, gedanst, gegeten. Ja, dat is eigenlijk het opening van het feest, vooral voor een bruidfeest. عيت ما نكتب عيت ما نكتب وعيت ما نشتب جيبوا الحكم عليا الحكم عليا يكفي الغر اللي فيا يا عيني شوفوا يا عيني شوفوا شوفوا الحال اللي شوفوا. هنا gebruikt voor kinderen, maar nu gebruiken de kinderen dat niet meer graag, omdat ze worden uitgelachen in school en dan wordt het rap gezegd van nee, ik neem jouw snoepje niet aan, uw handen zijn vies. Maar eigenlijk is henna niet vies, want henna is een natuurproduct. Dat gegeven luidt. Jezelf mooi maken kan dus thuis. Maar cosmetica is ook iets voor professionelen. En daar is Aisha een goed voorbeeld van. Twaalf jaar geleden kwam ze uit Marokko naar België om hier te studeren. Nu woont ze nog steeds in Brussel, waar ze een eigen bedrijfje heeft. Aisha brengt in de Benelux 2 producten op de markt. Een washandje en een zeep. De inspiratie haalt ze uit de traditie van de hammam, het Arabische badhuis. Haar producten zijn te koop in schoonheidsinstituten en fitnesscentra. Je me suis rendu compte que dans des civilisations traditionnelles comme la mienne, il existait donc des produits tout à fait efficaces et qu'on utilise quotidiennement. Et qui sont formidables. Alors moi, mon principe et mon but, c'est de les améliorer et de les adapter donc au mode de vie de la vie moderne ici. Le premier produit, donc, c'est en fait un gant de soin à base de produits naturels, donc qui est inspiré de la tradition arabe du hammam, pour lequel j'ai apporté des modifications créatrices qui m'ont permis d'ailleurs de le breveter et de déposer sa marque. D'abord pour le gant, on l'utilise au départ dans les hammams, dans les vapeurs. Ou bien on peut l'utiliser chez soi aussi, dans sa baignoire. Donc l'eau doit être claire et plutôt chaude que tiède, par exemple. Et puis à un certain moment, une fois la peau est bien tendre, on doit commencer par l'avant-bras et on prend le gant, on le mouille, mais on ne le savonne pas non plus. Et puis on frotte comme ça, et dès qu'on a des petits grumeaux, des petites cellules mortes qui partent, ça veut dire que la peau est prête. À ce moment-là, on se lève dans son bain et on se frotte tout le corps avec. Et après, on se rince à l'eau claire. Et à ce moment-là, on peut utiliser son gant habituel. On procède à sa toilette habituelle, quoi. Donc, on peut utiliser les savons et tout ce qu'on veut après, les crèmes, tout ce qu'on a envie d'utiliser après. Donc, si vous voulez, c'est le premier soin de la peau. Il y a un deuxième produit qui, en fait, qui devait s'appliquer tout à fait avant le gant, Skin Peel, qui s'appelle aussi le savon Skin Peel. En fait, c'est un savon naturel aussi, à base de noyau d'olive, qu'on utilise aussi chez nous depuis la nuit des temps. C'est un produit qui doit s'appliquer dans un endroit où il y a de la vapeur, que ce soit le hammam ou autre. Et en fait, on s'enduit le corps avec,
et on doit se relaxer un petit peu donc dans la vapeur et après on doit se rincer et à ce moment-là on utilise le gant skin peel. À ce moment-là on obtient un peeling total du corps. Er is nog een product dat al jaar en dag door de Marokkaanse vrouwen wordt gebruikt. Voilà, ça c'est le rasoul, comment ça se présente, comment on peut l'acheter dans les magasins. Et donc c'est le même ici. Pour l'utiliser, en fait, il y a deux utilisations du rasoul. Hein. La première, donc, c'est un lavant pour les cheveux. Et puis on peut l'utiliser comme des masques, comme masque pour le visage ou masque pour le corps aussi. Hein. Donc on doit normalement le tremper dans de l'eau. Et à ce moment-là, on attend quelques minutes que ça devient bien trempé. Et donc ça devient une pâte, mm-hmm. si vous voulez. Voilà. Ça a un effet astringent, en fait, pour le visage, pour les, par exemple, acnéiques ou les peaux à problème. Par exemple, les peaux trop grasses, par exemple. Si on met du rasoul, c'est comme un masque, donc ça fait un petit peu tirer et ça aspire un petit peu la graisse, mm-hmm. le sébum, en fait, de la peau. Le rasoul, c'est vraiment, ça fait partie des soins chez nous, absolument. Mm-hmm. Parce que c'est comme un shampoing, c'est un lavant pour les cheveux. Mm-hmm. Donc on l'utilise. Il y a des femmes qui n'utilisent jamais de shampoing chez nous, ils n'utilisent que le rasoul. Le fait de lancer ces produits sur le marché occidental, pas nécessairement pour garder mes racines, parce que, en fait, mes racines, c'est moi. Ma culture est assez forte, donc je n'ai pas besoin de m'y attacher ou de m'y accrocher de toutes mes forces. Mm-hmm. Et au contraire, je l'expose mm-hmm. aux autres cultures et j'en tire des richesses nouvelles. De volgende dagen is het feestneuzen en lekker eten geblazen. Althans voor sommigen, niet voor mij, ik zal in bed moeten blijven. Couleur Locale heeft vorige week al flink gevierd. Want in Gent heeft ons programma de prijs gekregen van de Liga voor Mensenrechten. De Liga kent die prijs elk jaar toe aan een persoon of een organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen van het respect voor de mensenrechten. De uitreiking gebeurde op een plechtige receptie met een toespraak van Liga-voorzitter André de Becker. Wij waarderen het werk van Couleur Locale. En door het toekennen van de prijs aan Couleur Locale wil de Liga voor Mensenrechten hulde brengen aan mensen die ervan uitgaan dat Vlaanderen een multiculturele samenleving is geworden en dit ook positief willen benaderen. Couleur Locale legt de nadruk op de positieve kanten en de mogelijkheden voor het samenleven van mensen van diverse afkomst. Etnische minderheden geven kleur aan het nieuwe Vlaanderen en Couleur Locale brengt hierover op een boeiende manier verslag. Couleur Locale kreeg een ets van de kunstenaar Jean Bulquin en een oorkonde. Namens onze ploeg sprak Flip Voets een kort dankwoord uit. Schouderklopjes en aanmoedigingen van collega's zijn natuurlijk altijd aangenaam, maar nog veel belangrijker is de appreciatie van de kijker. Ik blijf erbij dat Couleur Locale voor veel kijkers iets extra te bieden heeft. En dat mocht Couleur Locale niet bestaan, dat het eigenlijk zou moeten worden uitgevonden. We willen trouwens van de gelegenheid gebruik maken om ook al onze trouwe kijkers te bedanken. Veel mensen schrijven ons en dat doet altijd plezier. Voor het vergeten, de winnaars van de verzamel-cd met muziek uit Madagaskar vinden hun naam zoals altijd terug op de eindaftiteling. Ziezo, volgende week hebben we ook nog een verjaardag te vieren. Couleur Locale bestaat dan precies 1 jaar. Hopelijk bent u dan weer van de partij. Dag. Thank you.
Patrick Pumbo en Godfrey Niakana boksen op kerstdag om de wereldtitel bij de Superwelters. Wie de kamp rechtstreeks wil meemaken, stemt op kerstdag af op TV2 om 6 uur 's avonds. Maandag op TV2, Crimes of Passion. Een film van Ken Russell met Kathleen Turner als een dame met een dubbel leven. In de grey suit. How could someone that looks like that be a criminal? That's what I'm paying you to find out. Follow her. En dat doet hij ook. Bobby Grady, een voetbalheld op zijn retour die als detective aan de kost wil komen. Maar hij blijkt niet de enige geïnteresseerde te zijn. You, child. Victim of the night. I'm the Reverend Peter Shannon. I know the plague that cripples you. I've been sent by the Lord to save you and to rid the earth of that plague. I am his holy messenger. Anthony Perkins als wereldverbeteraar in Crimes of Passion, maandag om 9:55 op TV2. En dinsdag Blue Thunder. Hierin krijgt Roy Scheider de rol toebedeeld van een Vietnam-veteraan die de opdracht krijgt een zwaar gepantserde helikopter te testen. Maar er hangt terrorisme in de lucht. Do you think you can fly it? You flew it, didn't you? I thought I should take him out. You mean kill him? When? As soon as possible. Jesus Christ. Deze helikopter, Blue Thunder genaamd, is ontworpen om de Olympische Spelen in 1984 te beveiligen. Maar er zijn ook andere belangen mee gemoeid. Blue Thunder, dinsdag om 10:55 op TV2. En dan nu tijd, dames en heren, voor wat romantiek. En daarvoor kozen wij de romantische filmcomedie die een grandioos succes kende. When Harry Met Sally. Het verhaal speelt over een hele lange periode. Want wat eerst niet lukt voor Harry en Sally, dat zal later een nieuwe kans krijgen. En misschien herkent u wel enkele situaties uit uw eigen amoureuze geschiedenis. Veel pret.